Maas Industries is een, ja, een serviceverlenend installatiebedrijf. Wij doen alles dat te maken heeft met HVAC eigenlijk, heating, ventilation en airconditioning. Wij zijn gevestigd in Herentals. Herentals is een, kent een heel grote industriezone waar heel veel bedrijven gevestigd zijn. Er zijn ook een aantal grote faillissementen geweest. Wij daarentegen, wij hebben een gestage groei gekend. Ik ben Bob Millis, ik ben Business Development Manager bij Maas Industries. We hebben vorig jaar in september ons 10-jarig bestaan gevierd. En op die 10 jaar is dit onze derde locatie waar we zitten. De filosofie van het bedrijf een stuk is dat wij altijd uitkijken naar nieuwe opportuniteiten. Dan hebben we een aantal mogelijkheden zich aangediend, waaronder sanitaire installaties. De particuliere markt was een grote groeimarkt en groene energie. Waardoor wij ook actief zijn geworden op de markt van de zonnepanelen. Doordat wij altijd investeren, ook in mensen, hebben wij vernomen van de steunmaatregel voor de ontwrichte zones. En dat levert ons toch een aanzienlijke besparing op onze bedrijfsvoorheffing van 25%. Wat neerkomt op een vermindering van de loonkost van 4-5%. Wat op lange termijn een besparing oplevert van een goede 100.000 euro. Dat hield voor ons vooral in dat wij hebben kunnen investeren in bijkomend materieel, voertuigen, volledig uitgerust, in IT sowieso en extra personeel. Wij hebben momenteel al een tiental mensen bij aangenomen, verdeeld over, ik denk, 2 bedienden en 8 uitvoerenden. En we zijn nog op zoek naar zeker 2 bedienden daarbij en een 20-30 uitvoerenden voor op de werf. Dankzij die steunmaatregelen hebben wij die diversificatie, dus die bijkomende groeipoten, veel sneller kunnen doorzetten dan eerst gepland.